Human. Dit is Bedvogels. We nemen je mee door tijd en ruimte op zoek naar de drijvende krachten achter seks. Ik denk zeker dat een monogame relatie voor mij het hoogste doel is. Stel dat iemand maakt een slippertje, nou ja, hoe ga je dan mee om als stel? Misschien toen ik 20 was had ik wel gezegd, nou dat is meteen klaar. Maar nu zou ik zeggen, oké, ja, je kijkt wat je met elkaar hebt, hoe kun je daarmee omgaan, hoe kun je dan weer verder gaan. Ik heb wel een poging gedaan tot een open relatie. Ik ben er nog steeds wel heel benieuwd naar. Ik ken ook mensen die een open relatie hebben en waarbij dat ook werkt. Maar aan de andere kant kan ik ook best wel jaloers zijn. Ik persoonlijk kan het niet mijn intimiteit delen met twee mensen tegelijk van twee balletjes heeft. Ik vind het dus moeilijk trouw te zijn aan iemand. Maar tegelijkertijd accepteer ik het ook niet dat iemand anders vreemd zou gaan. Ja, het is een soort dunne scheidslijn tussen ik wil je niet delen, maar je bent ook niet van mij.